Ja, het was een geweldige dag. Ik heb nog nooit zo'n mooie Pinkster gehad. NEC-fans raken maar niet uitgepraat over de verrassende promotie naar de Eredivisie. Het was slecht weer, maar de Pinkster was goed. Nou, mijn hart klopte eigenlijk overal door mijn hele lichaam. En ik zat op de bank en toen was het de 1-2 en toen was ik helemaal blij. En toen gingen we hierheen en het was een geweldig feest. Ik denk ook, als ik voor veel mensen spreek, dat we het niet hadden verwacht aan het begin van het seizoen. Ook zeker niet aan het einde van het seizoen met wel lastige tegenstanders in de play-offs. Maar de club heeft het uitstekend gedaan en je zag dat hij helemaal vol stond zondag. Dat was gevolg daarvan, denk ik. En daarom besloten veel NEC-supporters hun seizoenkaart te verlengen of er eentje aan te schaffen. Dat zorgde dinsdag voor een lange rij bij het Goffertstadion. Het plan was er sowieso al om een seizoenskaart te halen, maar als ze Eredivisie hebben gehaald, dat geeft natuurlijk wel de doorslag, denk ik. Mijn vader had beloofd dat ze zouden promoveren, dat ik er dan heen kreeg. Ik heb al jarenlang een seizoenkaart, dus ook al waren ze in deze competitie gebleven, dan had ik hem nog verlengd. Nee, ik heb er 4 jaar opgezegd. Dus, ja, ergernis op de eerste divisie. Als je tegen Ajax kan en Feyenoord, dat is toch beter dan tegen Helmond. Of VVV. Elk jaar wordt hij verlengd. En welke competitie daar we ook spelen, hij wordt verlengd. Maar niet iedereen stond in de goede rij. U komt voor NEC-kaartjes? Nee, voor een prik.